Het was lang een grote onbekende onder de veldslagen op Nederlandse bodem. De slag om de Schelde. Een nieuw film moet daarin verandering brengen. De opnames in Zeeland zijn in volle gang. Met een internationale cast en een budget van 14 miljoen euro... wordt het de grootste Nederlandse oorlogsfilm in jaren. Background action and action. Heel veel mensen weten niet over de slag om de Schelde. Zelfs in de geschiedenisboeken staat het heel vaak niet. Ja, het is een ondergeschoven kindje en daarom wilde ik iets over vertellen. Kijk, de generatie die die oorlog heeft meegemaakt, die is bijna uitgestorven. Dus dit is wel het moment, 75 jaar na de bevrijding, om een film daarover te maken. Om die jonge generatie daar bewust van te maken. Alle gewonde mensen, dus we weten al lang denk ik wel wie gewond is. Wat gaan we hier allemaal in zien? Neerstortende vliegtuigen. Veldslagen die we eigenlijk in Nederlandse films nooit gezien hebben. Overstromingen. Maar ook gewoon een heel mooi klein spel. Hè, van hoe die mensen moesten overleven. Ja, en er wordt ook flink in geïnvesteerd, hè, in deze film. Het is een hele dure film. Meer dan 14 miljoen. Daarmee is hij de één na duurste film ooit. Maar eigenlijk wordt het de grootste film die je ooit gezien hebt. Omdat we nu technieken hebben die dingen mogelijk maakten. Die 10 jaar geleden helemaal niet konden. Dus je gaat echt wel wat beleven in de bioscoop. Ja, voordat we over die film gaan praten, eerst over die slag van de Schelde. Het was om de Schelde. Het was een van de belangrijkste en heftigste veldslagen van de Nederlandse geschiedenis. Toch weten mensen er weinig over. Hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, er zijn een aantal redenen voor te geven, maar om het heel kort te houden. Het werd door de Canadezen uitgevoerd. En ze noemden zichzelf de Cinderella Army, het leger van assenpoester. Ze deden al het vieze, vuile werk. En toen het bal was, werden ze niet uitgenodigd. Je ziet natuurlijk dat er veel meer aandacht is voor het Amerikaanse leger. Ook met films en literatuur. En het is de Canadezen. En die zijn wat ondergeschoven gebleven. U heeft er een heel boek over geschreven. Wat moet er voor de mensen thuis die zitten te kijken... wat moeten we in ieder geval onthouden van die slag om de Schelde? Nou, dat het dus op Nederlandse bodem een enorme zware slag is geweest. Denk maar eens na, het hele eiland Walcheren is onder water gezet. En juist boven de rivieren, die natuurlijk ook de verschrikkingen van de hongerwinter hadden... die hebben vaak zijn niet van bewust wat er zich hier beneden heeft afgespeeld. Dus alleen al het feit dat Zeeland het meest verwoeste gedeelte is geweest van alle Nederlandse provincies... dat is iets wat toch wel in het collectieve geheugen zou moeten. Ja, en 10.000 doden. Het is echt toch een enorme slag. Wat was het belang van die veldslag voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk? Nou, het ging om bevoorrading. En wat dat betreft was dat belang echt heel internationaal. Voor de hele veldtocht van de geallieerde legers om dus Noordwest-Europa te bevrijden. Ja, zoals Napoleon al zei, een leger marcheert op zijn maag. Zonder munitie, zonder voedsel, zonder brandstof kon het niet worden uitgevoerd. En Antwerpen was een van de allergrootste havens van Noordwest-Europa. En vandaar dat die bevoorrading cruciaal is geweest voor de hele overwinning op Nazi-Duitsland. Nou, goed dat we dit nu even recht hebben gezet. Dat we allemaal nu meer weten en dit ook hopelijk goed gaan onthouden. Waarom de slag om de Schelde toch wel heel belangrijk is geweest. Mark, maar even over die film. Internationale acteurs, Tom Fallon bijvoorbeeld, die ook Malfide speelde in de Harry Potter-reeks, die doet mee. 14 miljoen euro zit erin. Ja, hoe groot is dat voor Nederlandse begrippen? Dit is gigantisch. En we hebben natuurlijk ooit A Bridge Too Far gehad. Het ging over Arnhem 1977, waar we Sean Connery in ons land hadden. Nou, dat is dit niveau. Dit is een fantastische film. Mark Gardner ging die film over, toch? Ja, Gardner. De Slag om Arnhem was natuurlijk met toen Engelse en Amerikaanse acteurs. En die komen nu weer naar Nederland om deze slag na te spelen. Fantastisch gedaan. Ja. Sorry. Alleen het Zwartboek was ooit duurder. Hè? Ook een film over de oorlog natuurlijk. Wat verwacht je van deze film? Heb je er zin in? Ja, ik ben altijd groot fan van dit soort films. En wat deze meneer zegt, ik denk dat het belangrijk is dat we dit verhaal nog eens een keer vertellen. De nieuwe technieken, je ziet het nu ook in allerlei films. De Irish Man, daar kun je allemaal prachtig weer... die gezichten kun je weer lekker modern en goed maken. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En waarom is het... We hoorden dat inderdaad bijvoorbeeld minister van Defensie, Ank Bijleveld... die zegt ook, het is heel belangrijk om dit in het jaar van 75 jaar vrijheid... om ook weer zo'n slag te herdenken. Waarom is film daar nou een goede manier voor, bijvoorbeeld, meneer Van Geen? Nou ja, er zijn natuurlijk boeken verschenen. Hele dikke boeken, ja. Ja, precies. Toevallig. Mooi vormgegeven. Documentaires. Maar als je echt een breed publiek wil bereiken... dan is een film echt een ideaal medium. Ja. En vandaar ook, waarom is de Slag om Arnhem zo beroemd? Ja, iedereen kent toch de Brits. Dat mislukte natuurlijk. Dit lukte wel. Ja. Bijvoorbeeld in Hogerheide, als je nu een persbericht ziet... daar had je in één kamer zat een Canadees... en in de andere kamer zat nog een Duitser. Ja, als je dan in films denkt, denk ik, fantastisch om dat te maken. Hè. Dus zo'n huis in Hogerheide, ik denk dat dat wel in een film terugkomt. Maar waarom is dit er nu pas, dit boek?
Het boek is er al langer, maar de film, waarom komt die nu pas, is inderdaad een vraag. Nou, ja. Wat er wel meegespeeld natuurlijk, dat in het kader van 75 jaar bevrijding, we toch weer zijn gaan denken van, goh, hoe is die bevrijding eigenlijk gelopen? En toen is er ook wel gezegd vanuit Zeeland van, nou, denk ook eens even aan ons. En vandaar ook dat de hele start van 75 jaar bevrijding ook begonnen is met herdenking van de Slag om de Schelde. Dus het is nu eindelijk opgepikt in het centrum. En internationaal gezien is er natuurlijk ook veel aandacht voor. En dat komt ook straks op Netflix, want volgend jaar is dus vanaf november 2020 is de film in de bioscoop in Nederland. Maar daarna, vanaf 2021, is die ook wereldwijd te zien op Netflix. Ja, dus